In 2013 heeft de Rotary Club Barendrecht initiatief genomen om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van een hospice in Barendrecht. De Rotary Club heeft dat gedaan omdat die zich graag bezighoudt met projecten die de samenleving ten dienste staan. En een hospice is daar een heel mooi voorbeeld van. In 2016 is dit hospice geopend door burgemeester Van Belzen. En op 8 juli. En recentelijk hebben wij op 8 juli dus ons eerste lustrum gevierd. We hadden dat heel graag gedaan met een leuk feest voor al onze vrijwilligers. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid. We hebben dat dus in zeer beperkte kring moeten doen. En ja, we hebben het hele vrijwilligersbestand een mooi cadeau aangeboden. We hebben overigens ook een prachtig cadeau van de vrijwilligers gehad als bestuur. Dat gaat een mooi plekje krijgen hier in het hospice. En ja, verder hebben we mooie gebakjes voor iedereen de hele week. En we hebben ook onze gasten met een high tea verrast. En dat is ook erg op prijs gesteld. In het hospice hebben vanaf het begin zo'n 250 vrijwilligers langere of kortere tijd hun diensten aangeboden. We hebben er op dit moment 140. Dat is wel ongeveer het aantal wat we nodig hebben om goed te kunnen draaien en goed onze gasten te kunnen verzorgen. De gastvrouwen, gastheren krijgen een opleiding en die kunnen daarna zelfstandig draaien. En ze hoeven niet bang te zijn dat ze dingen moeten doen die ze niet leuk vinden of die ze niet willen. Want er zijn altijd plekken te vinden waar ze wel hun ei kwijt kunnen. We hebben ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan hebben we een kookboek uitgebracht. Een kookboek gemaakt door en voor de vrijwilligers. Het bevat een heleboel recepten die daadwerkelijk ook in het hospice gekookt en gegeten worden. Dit kookboek is te bestellen op onze website www.hospicedereiziger.com. En ik roep iedereen op om dat ook te doen en daarmee Hospice de Reiziger te steunen in de komende 5 jaar. Welkom op Buitenplaats het Huis ten Donk. Wij hopen u natuurlijk te verwelkomen op 28 augustus van dit jaar, het laatste weekend van de vakantie, op onze eerstvolgende Donkse Fair 2021. Een bijzonder jaar, want het is ons jubileumjaar. Het huis bestaat dan 275 jaar, gebouwd in 1746. En in dit jaar hebben we een bijzonder programma om u aan te bieden. Dit jaar hebben we tijdens de Donkse Fair 4 specifieke thema's die we aandacht geven. Dus kunst, food, ambacht en kitsch. En dankzij de gemeente mogen wij u een uitzonderlijk programma aanbieden met tussenkunst en kitsch die naar de buitenplaats komen. Dat betekent dat u kunstvoorwerp of erfstuk, wat u wel eens misschien heeft gedacht, zou dat iets bijzonders zijn, kunt u meenemen en op een podium zal die dag een geselecteerd aantal items Frits Sissing speciaal presenteren wat nou echt de bijzondere kunst- of kitschvoorwerpen zijn. Vorig jaar hebben we natuurlijk de nodige lessen geleerd hoe om te gaan met de coronamaatregelen. En ook dit jaar zorgen wij dat u veilig naar de buitenplaats kunt komen en dat wij ons kunnen houden aan die regels. Wel hebben we ervoor gezorgd dat de gezelligheid van één food corner gehandhaafd blijft. En dankzij de bijzondere samenwerking met Ruben, die u misschien kent van de koffie tijdens de andere activiteiten, hebben we echt een uitgebreid foodprogramma, zodat u echt kunt genieten van een hapje en een drankje. Zoals u misschien weet hebben wij sinds februari het afhaalpunt van Rechtstreeks, waar u hier uw lokale boodschappen kunt halen. En speciaal voor de fair zal Rechtstreeks hun leveranciers aanbieden om eigenlijk een soort proefmarkt te houden, net voor het tientgebouw waar u normaal uw boodschappen afhaalt. Wat betreft het thema ambacht zullen we natuurlijk naast een aantal stands ook zorgen dat u echt zelf van professionals een beetje vakmanschap en ambacht kunt leren. En dat doen we dus met de workshops die u kunt vinden op onze website. Wat iedereen misschien het meest is bijgebleven, is het enorme succes van de prins en prinsessen workshop en parade vorig jaar.
Nou, die gaan we natuurlijk herhalen dit jaar. Dus ook daarvoor kunt u zich weer inschrijven via de workshop. En we hebben fantastische vakmensen die zullen helpen met het haar en de prachtige kledij. Binnen geven we natuurlijk iedereen de kans om weer een kijkje te kunnen nemen in het Huis ten Donk. Van voor de tot achterdeur, maar ook op inschrijving voor de rondleidingen door het gehele huis. En overal, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping, hebben we hele bijzondere kunstenaars en fotografen die hun vakmanschap vertalen naar hun kunstwerken. Namens Anja de Geus, want die is natuurlijk de grote kracht achter de Donkse Ver, nodigen wij u graag uit om een kijkje te komen nemen op onze website www.huistendonk.nl/donksever. Daar vindt u eigenlijk alle inhoudelijke details over alle prachtige dingen die Anja voor u bedacht heeft en waarop u zich kunt inschrijven. Met het hele team van Stichting Het Huis ten Donk zien wij uit naar uw komst op 28 augustus op Buitenplaats Het Huis ten Donk. Tot dan! Jazeker. Ze hadden nog even moeten wachten, maar ze dachten iedereen los voor de vakantie en na de vakantie grijpen we wel weer in. Nou, het is veel te vroeg versoepeld. Want ik was verbaasd, ik wist niet wat ik meemaakte toen ik de Albert Heijn binnenliep hier. Iedereen zonder mondkapje, niemand droeg een mondkapje. Ja, ik denk te vroeg voor sommige dingen. Dus net zoals nu inderdaad dat ze de festivals en discotheken en dat soort dingen, dat hadden ze eigenlijk net iets uit moeten stellen. Ja, ik vind dat grote evenementen, dat is te snel eigenlijk losgegaan eigenlijk. En je ziet ook dat bij die grote evenementen geen afstand wordt gehouden. Dus dan, veel mensen bij elkaar geeft toch veel meer besmettingen als er mensen besmet zijn. Ik heb hem wel laten enten, maar ook als ik niet geënt was, ik maakte heel weinig kans om het te krijgen, want ik hou me echt perfect aan alle regels. En nu? Ik kijk wel uit. Ik zet mijn mondkapje weer op. Ja, en vaccineren is heel belangrijk, want daarmee zorg je zelf dat je ook minder kans hebt, maar vooral je medemens. Dus het is ook naaste liefde om jezelf te laten vaccineren.